Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag 1 februari alweer. Ik ben blij dat januari achter de rug is. Ik vond het echt een rotmaand of zo. Ik weet niet waarom. Even kijken. Ik ben echt heel erg blij dat ik weer gewoon elke dag in mijn eigen auto kan rijden. En dat ze nu eindelijk een andere auto heeft. Ik ben er echt blij mee. Nu heb ik me niet meer te stress om een auto. Ik ben vandaag echt zo vrolijk opgestaan. Ik ben vandaag echt heel erg blij. Ik heb gisteren trouwens 100.000 volgers aangetikt op Instagram. En ik ben er echt, echt zo blij mee. Ik ben echt trots op mezelf. En ik wil al mijn lieve volgers bedanken. En iemand doet het nou naar mij omdat ik aan het vloggen ben. Doei! Ik wil jullie allemaal bedanken daarvoor. Eigenlijk was mijn doel in 2018 om de 100.000 volgers, zeg maar, aan te tikken. Maar het is me niet gelukt. Maar het is me wel gelukt in januari 2019. Dus ja, ik ben gewoon echt heel erg blij ermee. Ik wil vandaag dus even naar de HEMA toe. Want ik wil dus van die ballonnen halen. Met cijfers erop. En dan kan ik zo'n foto maken. Tenminste, als het lukt. En als Nessie vandaag de tijd heeft. Ja, met van die ballonnen met 100k erop. Het lijkt me echt super cute. Yes, daar heb ik zin in. En waar ik ook echt ontiegelijk veel zin in heb. Is een pokeball. En daar heb ik echt de afgelopen dagen echt zoveel zin in. Niet normaal. Ik ga nu naar de HEMA, jongens. Ik wil even wat melden met jullie. Ik ben vandaag op de weegschaal gegaan vanochtend. En ik ben gewoon een paar kilo kwijt. Niet 1 kilo, maar gewoon een paar kilo kwijt. En ik ben echt zo blij. En sorry dat ik het heel over mijn dieet heb. En afvallen en eten en bla bla bla. Want ik heb er vandaag een paar comments over gezien. Maar ik ben er gewoon heel erg mee bezig op het moment. Dus ik hoop dat het gewoon allemaal snel voorbij is. Dat ik snel afval en dat ik hiermee klaar ben. En dat ik daarna nooit meer over hoef te praten. En dat ik gewoon mijn gezonde leefstijl gewoon een beetje bijhoud. En dat ik jullie daarmee niet hoef lastig te vallen. Trouwens, ik heb vandaag een boemerang geplaatst met deze jas. En ik kreeg er heel veel complimenten over en comments over. Maar het is niet mijn jas. Het is een jas van Esmee. En ik was laatst bij haar en toen had ik geen jas aan. En toen gaf ze mij deze mee. En hij staat me echt super cute. Ik vind hem echt heel erg leuk. Ik wil hem bijna van haar overkopen. Nee, hij is echt heel erg cute. Jongens, ik heb ze. De 100k ballonnen. Ik ben er echt blij mee. En ik hoop nu ook echt dat mijn foto gaat lukken. Anders zien jullie dit en heb ik geen eens een foto. Ik ben net thuis. En Nessie is ook alweer thuis. Ik ga even snel iets voor mezelf maken om te eten. Nessie, heb je al gegeten? Ik heb een broodje kip gegeten. Ik kan al wat op. Oh, oké. Okay. Zullen we dan straks samen wat eten? Ik ga nu even snel wat snacken. Ik heb even klaargelegd wat ik mee ga nemen naar België. Ik neem die sucreem mee. Mijn gembershotjes. Munt voor mijn thee. Aardbeien, tonijn, sla en avocado. Ik heb mijn nieuwe sokken aan. Ze zijn echt de fijnste sokken ever. Trouwens, vandaag de Levenpus op van Primark. En die bevallen me echt heel erg goed. Het zijn de best wel wat duurdere wimper. Varianten, zeg maar. Want deze waren 6 euro. Maar ze zijn echt vet mooi. Alleen eentje was net half los. Ik heb hem eraf gehaald om hem even opnieuw op te plakken. Anders ziet het er niet uit. Dus ik ga hem nu even opplakken. Maar ik ben er echt heel erg tevreden over. Nou jongens, mijn tas is weer snel ingepakt. Ik neem even een beker mee. Ik heb helemaal geen thermoskan. Dat is wel heel jammer. Anders had ik zelf koffie mee kunnen nemen. Maar ik heb hierin even suc in gedaan. En ik ga ongezoete amandelmelk erin doen. En dan haal ik onderweg bij een tankstation even koffie. En dan kan ik lekker cappuccino drinken. Zo. Eindelijk in de auto. Ik heb nog nooit iemand zo sloom zichzelf zien klaarmaken. Heb je het over jezelf? Nee, over jouzelf. Zo. Ik was net op jou aan het wachten. Weet je hoe jij je riem aan het omdoen was? Hij was gewoon heel erg aandachtig aan een serie aan het kijken en dit zo zijn riem om. Vind je het leuk, hè? Mij uitschelden. Nee, irritant. Irritant. Normaal gesproken hoort toch een vrouw eerder klaar. Ik was aan het werk vandaag. Normaal hoort een man eerder klaar te zijn. En jij was ook al eerder thuis, dus jij moest al klaarstaan. Ik ben vaak eerder klaar met een andere ding. Hou op. Ga even vertellen wat er is gebeurd. Ja, ik zeg ga je mee naar binnen? Ze zegt ja, ga zelf maar. En dan zegt ze dit. Hier, neem dit maar mee en doe maar in de koffie. Ik ga toch niet zo verschut lopen? Vind je dit verschut? Ja, tuurlijk. Ik ga toch niet mijn eigen melk meenemen en dan bij Texon erin doen. Dat is raar. Wat ga je nou doen? Het in koffie in een andere bekertje doen, zeg maar. En dan doe je het hierin. Zeg maar. Ah, maar Nessie vindt dit dus voor schut. Doe het zelf lekker, joh. Ga hier voor mij. Ik ga gewoon koffie verkeerd halen. Ja, ga maar doen. Ik doe alsof ik niet bij jou hoor. Ga ik zo zeggen.
Beetje raar hoor, mevrouw. Wat u doet met die koffie? Nou, jongens. Ik heb eindelijk mijn koffie. Ik heb me even overgiet in deze beker. Want de andere was super onhandig. Mijn moeder neemt niet op. En ze met zijn moeder op, aan het opbellen om te zeggen dat we nu zijn vertrokken. Maar ze neemt niet op. Mama. En ze heeft me een beetje voor schut gezet. Oh. Anna! Ben je aan het sporten? Oh. Lekker bezig! En we staan in de file. Dankzij wie? Dankzij jou. Want jij, dit is zo lang over. Is waar. Zeg holla! Wie was er eerder klaar? Wow. Eindelijk aangekomen in België. Iemand is helemaal kapot. Ik ben ook echt moeness. En we hebben nog steeds niet gegeten. Besef je dat even? Nog steeds niet gegeten? Oh, ik ga helemaal door. Nou, we staan nu op de parkeerplaats. En alles gaat opeens uit. Kom, we gaan snel naar binnen. Mini, do you love me? We hebben net lekker gegeten. Ik heb lam gegeten met salade. Wat heb jij gegeten? Lam met rijst en salata en yoghurt. En... Ella. Wat ga jij nou doen? Dus we gaan nu even editen. Zo, gaat het. Man. En daarna gaan we met z'n allen oké spelen. Hoe heet oké ook alweer in het Nederlands? Waarom vind ik alleen mijn neus? What the fuck? Hoe heet oké ook alweer in het Nederlands? Rugby Cup. Laat deze hond eens zien. Rugby Cup. Jano! En we hebben hier Jano! Oh, vandaag komt hij op Jano. Hallo Jano! Dit is de hond waar ik mee ben opgegroeid, jongens. Besef, vroeger had ik ook gewoon zo'n hond. Hè. Ik had vroeger gewoon een Maltese. Rocky, hij leek er precies op, maar Rocky was wel dikker dan hem en had veel meer haar. Dus wordt ook een kaal geschoren, dikzak. Ik ga stuk. Zo zag Jano eruit toen hij baby was. Zo zag mijn hondje er toen ook uit. Zo cute. Een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag. En ik ben vandaag wakker geworden in België. Ik ga me nu klaarmaken en dan gaan we richting Gent. Want ik en Nessie willen daar graag shoppen. Ik ga me dus even nu snel klaarmaken. Trouwens, ik ben gewoon wakker geworden met deze krullen gewoon. Normaal gesproken zit het echt voor geen meter. Maar door mijn nieuwe producten word ik gewoon zo wakker. En dat vind ik wel echt heel erg chill. Mijn haar is ook helemaal niet hard, lekker zacht. Dus daar ben ik wel echt super blij mee. Dat wil ik even melden. Ik heb net deze parfum gekregen van mijn schoonmoeder. Zij vindt hem eigenlijk heel erg vies. Maar ik heb gehoord dat hij daarna dus echt... Als je hem net opspelt is hij echt zwaar. En daarna wordt hij echt heel erg lekker zacht. Dus ik ben benieuwd. Ik heb me inmiddels klaargemaakt. En mijn haar zit echt zo goed. Zonder gewoon moeite ervoor te doen. Ik was mijn nepwimpers vergeten. Dus ik heb gewoon mascara opgedaan. Dat heb ik ook heel lang niet gedaan. Gewoon zo echt een goede laag mascara ook doen. En een beetje natural make-up. Maar ik vind het eigenlijk wel leuk voor vandaag. Ik heb me omgekleed. Maar ik laat je wel even in de grote spiegel zien hoe ik eruit zie. Want ze hebben hier echt zo'n vast. Want ze hebben hier echt zo'n fantastische outfit spiegel. Die wil ik later ook echt in mijn huis gewoon. Wat ik nu ga doen. Yes. Deze ballon opblazen. Kijk, dit is al de één. En nu de rest nog. Nessie mist er inmiddels ook. Ik ga meteen naar de garage en hij is nu ook ballonnen aan het opblazen met mij. We hebben bijna de 100. Oh. We hebben nu de 100k. Dat ziet er goed uit. Maar ik heb geen slingers of zo. Geen touwtjes, helemaal niks. Dus ze moet ergens op staan, denk ik. Nou, ik heb net om en veel moeite gedaan voor die foto's. Allah, Nessim! Dit is ook maar de Guus Meeuwis van Turkije. Ik heb een koffietje besteld en we hebben net nog eigenlijk heel erg uitgebreid ontbeten. En Nessim zit nu gewoon aan de pizza. Ik smakelijk kat. Wow. Dus wij zijn bij een burgertent. Iedereen heeft een burger met friet en frisdrank. Ik heb water. En ik heb eigenlijk burger. Ja, hoe zeg je dat? Een kipburger zonder burger. En kijk wat ik heb gekregen zo in een bakje. Lijkt wel een salade. Yummy. Doe maar. Ik wil iets zeggen. Wat is er? Waarom praat je alsof wij slechte mensen zijn? Ah. Iedereen heeft burgers met frisdrank, maar ik heb water. Slecht mens, dikzak. Dag. Okay. Helemaal op. Het was heerlijk, jongens. Tussenstand.
We hebben geslaagd, hè? Geslaagd vandaag. Wij zijn nu in een soort van snoepwinkel met allemaal donuts. Helemaal lekker uit, top. En Essie gaat een slushpuppy halen. Welke kleur ga je nemen? Oh, bubblegum. Lekker? Ik twijfel wat ik moet nemen. Weet je welke mij lekker lijkt? Kokos. Nee, maar ben je gek? Oké, framboos. Het is echt heel erg zoet. Ja. Ik denk kiwi ook wel, hoor. Is kiwi lekker of niet? Zo, het is alweer veel later. En wij gaan nu... Oh, we hebben trouwens bezoek bij mijn schoonouders. En wij gaan nu even eten halen. Lukken ze ons ook zien, Essie? Ja, moment. Ik zie niks. Wat gebeurt het? Want we hebben eigenlijk sinds 4:30 niet gegeten. En, we zijn niet zo gewend dat wij zoveel eten. Ja. We gaan nu naar een soort van... Wat is het eigenlijk? Een snackbar? Ja, man. Maar ik ga daar een lekker slaatje halen. En Essie, wat ga je daar halen? Ik zeg eerlijk, ik zie echt geen moer, man. Voilà. Het is zo donker. Ja. Oh. Oh, het was wel echt een heel lange dag. Jaco! Ja, dat was het. Wij zijn trouwens echt zo geslaagd in Gent. Ik had het echt nooit verwacht. Normaal gesproken, als we de stad ingaan, ik kan echt nooit wat halen. Het maximale wat ik kan halen is gewoon één trui van een Zara of zo. Maar Nessim is super erg geslaagd. En ik ben ook echt super goed geslaagd. Nessim heeft zelfs een Tommy jasje en zo gescoord. We hebben echt heel veel leuke dingen. We zijn bij de snackbar. En hier in België hebben ze dus ook een friet met, hoe heet het ook weer? Met die vlees erop? Pita. Met die vlees erop, de friet. Kapsalon. Ja, Allah! Pita! Stoofvlees, jongens! Oh, deze heb ik. Patat met stoofvlees, dat is super lekker. Nou ja, Nessie snapt er niks van. Dag! Voor het geval jullie je afvragen hoe fantastisch ik gekleed ben op dit moment. Ik zal je even mijn outfit laten zien. Dat jij een deken aan had. Pants from Primark. With laarzen from... I don't know. En socks of Tweety. En socks of Tweety van mijn schoolmoeder. En natuurlijk heb ik ook een trui nodig hierboven. En dat is ook zo'n fantastische trui van de Primark. Ik zeg wel, dit is wel mijn lievelingspyjama van jou. Ja. Yeah. Die blauwe trui. Dat is, als je pyjama's haalt, draag je die pyjama voor 5 jaar. Weer een hele set pyjama's. Dus kan je praten als Calimero? Calimero. Calimero, ja. Oh, Merna. Ja. Ik vind dat zo leuk. Kijk je Calimero? Nee, ik vond het kut. Oh, ik vond het echt heel erg leuk. Calimero. Dus vanaf Irak keek ik er al naar. Echt? Ja, ergens zo. Dat is Calimero. Tuurlijk. Hoe heet hij daar? Batta. Nee, het is gewoon Calimero. Dat is gewoon algemeen bekend. Arabs kennen Calimero gewoon. We hebben een pensje ontdekt eigenlijk. En ik heb hier een salade besteld met scampi. Dat komt echt goed uit. Lessa, wat heb jij besteld? Een broodje pita met loodsaus. Lekker hoor. Inmiddels vertrokken uit België en we zijn onderweg naar Nederland. We zijn nu even gestopt bij een tank. Ik wil even een flesje water. Oh, en ook even snel naar de wc. We zijn inmiddels thuis en wij gaan gelijk allebei even... heerlijk douchen. Ik ga hierbij denk ik ook de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vinden. En ik zie jullie morgen weer. Doei doeg. Ik heb trouwens echt heel erg warm gekregen van de verwarming in de auto. Maar goed. Doei doei.